Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2110 Career Mode. Ik wou bijna zeggen Mighty Career Mode, maar het is gewoon de Career Mode. We gaan verder in Istanbul, aflevering 7. En bij de vorige aflevering in Monaco geweest, zal ik die eerst even terugkijken. Dit is de Katien, dat was een mindere wedstrijd van ons, terwijl we gelijk een fout maken. We komen in het grind terecht en de auto moet dus weer uit het grind worden gehaald. De kwalificatie in Monaco verliep gewoon goed, maar de wedstrijd verliep minder. En we pakten daardoor 0 punten en Webber won de wedstrijd. En die is uitgelopen in het WK. Dus aas ik hier nu op revanche en wil graag misschien de wedstrijd gaan winnen. Eerste bocht schieten we een klein beetje door. Maar het is niet erg. Want ja, ik wil graag dat de titelstrijd tussen mijzelf en misschien nog wel Webber en misschien Vettel en misschien Alonso enzovoort ja, doorgaat tot aan de laatste ronde van ja, F2110. Want we doen maar 19 afleveringen. Terwijl we een waarschuwing krijgen voor cornercutting. Ook F1, nu zeg ik het goed, 2021 zit eraan te komen. Dus daar moeten we wel mee voor oppassen. Dit was dus de practice. Ja, ik kon helaas geen goede run doen. En dat betekent dat we de kwalificatie ingaan met nul ervaring op de baan. David Croft vraagt een aantal vragen. Die beantwoorden wij gewoon. Wel leuk dat er hier gewoon een journalist is. Meestal is hij in het spel de commentator. Maar dat hebben ze in F2110 niet gedaan. Kwalificatie, daar gaan we dan. We zijn aanbeland in Istanbul voor Q1, hoop ik. Volgens mij, nee, dat zeg ik fout. Voor een korte kwalificatie. Hopelijk dat we hier misschien beter voor de dag kunnen komen dat we dat deden bij de practice. Want toen hadden we ja, geen enkele run kunnen noteren omdat de auto gewoon niet goed was. We doen het hier lekker rustig aan. Gooien de auto mooi vol in de bochten. En de tijd laten wij noteren is een 1.32.8. Pole position op dat moment. Dat is inmiddels een P11 geworden. Tweede run, maar Liuzzi blokkeert ons gewoon. En daar gaat dan de run. Want daarvoor zit ook volgens mij Petrov. Als ik dat goed zeg. Dat is Kobayashi. Die blokkeert hier ons ook gewoon volledig. En deze run is gewoon verspeeld. We moeten een nieuwe run wagen. Ook Soetel zat daar trouwens in de Force India. Dat is dus de derde run die we dus moeten doen. P11 op dit moment. 1,9 seconden langzamer dan Felipe Massa die op dit moment de pole position in handen heeft. Daar willen wij graag verandering in brengen. En misschien die pole afpakken. Schiet hier een klein beetje door. Maar het is niet erg. Ronde nummer 4 brengt ons weer naar een P11. We zijn een tiende langzamer. In sector 3 waren de tijden wel goed. Maar we verliezen het volgens mij in de eerste sector. Kovalainen rijdt daar mooi langs de kant. We komen weer aan bij de laatste bocht in Istanbul. Welke tijd wordt dit dan? Er wordt een P1. Met een 1.30.4. Twee tiende sneller dan Sebastian Vettel. De ingenieur is extreem blij. Niet normaal dit. En we pakken mooi de pole position in Turkije. Hier hebben we dan dus weer David Croft die een interview doet met ons. Well, it's early days yet, but you've kicked the season off with some stunning performances. So I wonder, has the thought of taking the title crept into your head at all? Het is gewoon een lang seizoen. We moeten gewoon kijken wat het gaat worden. Nou ja, dat heb ik vooral meegemaakt. De auto heeft het lastig in de wedstrijd, want in de kwalificatie pakken we gewoon pole positions, maar in de wedstrijd mislukt het meestal. Dus daar moeten we deze race verandering in brengen. Race day, race nummer 7 in Istanbul voor de Turkse grote prijs. De wedstrijd gaat dus zometeen beginnen.
Ja, oké, hallo. Oké, ik weet niet wat Rob zei, maar dat was wel apart. Ik stond hey mate. Ik dacht dat hij iets wou zeggen, maar blijkbaar niet. Option tire P1 dus. Geen regen verwacht. We kunnen helaas niet van banden wisselen, dat vind ik wel jammer. Ja, we kunnen ook niet van option naar een andere band kiezen. Dus ja, daar gaan we dan voor aflevering nummer 7 van F1 2010 Career Mode in Turkije. We starten vanaf pole position. We hebben een titelconcurrent, Mark Webber. Daar moeten we rekening mee te houden. Die start vanaf P3. Wij dus vanaf pole position. Vettel vanaf 2. Webber dus 3. En Di Grassi op 24. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Turkije. We moeten beter doen in deze wedstrijd. Daar gaan we dan, want de lampen zijn uit voor de grote prijs van Turkije. En we zijn onderweg en we komen goed weg. Vettel is net wat beter weg, maar we knijpen hem mooi af naar die eerste bocht. Hij kan daar niet langs. En Webber en Vettel nemen die bocht heel wijd. En dat betekent dat we al een klein gaatje hebben geslagen naar de beide Red Bulls. Dat is goed om te zien, maar race pace gaan wij dit niet bijhouden. Want die Red Bulls zijn gewoon vele malen sneller dan ons. Ook de strategie moet gewoon een keer meezitten vandaag. Als dat niet zo is, ja, dan ben ik bang dat we deze wedstrijd gaan verliezen. Dus we moeten gewoon wakker blijven wat de rest van het veld doet. Maar de eerste ronde overleeft. Vettel zit achter ons. Is al gelijk een seconde sneller in sector 1. Bijna 2 seconden sneller. En daar raken we Vettel. Sebastian Vettel heeft ons geraakt. Voorvleugel beschadigd. En hij moet dus naar binnen. We zitten in ronde nummer 3. Als de voorbanden wat gaan slijten, daar moeten we voor oppassen. En we remmen ons. Pakken het grind hiermee. En dit moeten we niet te vaak doen. Want Webber vindt nu aansluiting. Dat is onze titelconcurrent. We gaan ronde nummer 4 alweer in. Oh, Massa pas in ronde nummer 11 naar binnen voor nieuwe banden. Interessant om dat te zien. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd, een ronde later. We hebben nog steeds op P2, Massa nog steeds op P3. We maken daar een klein foutje, maar dat is dus een grote fout geworden. We zijn de auto kwijtgeraakt en Webber pakt die leiding terug. Sorry, die verovert de leiding, want die heeft de leiding nog niet in handen gekregen in deze wedstrijd. We moeten die plek nu zien te heroveren. Het gat is 2,9 seconden naar Mark Webber. En je weet, de Red Bulls zijn bloedsnel. We moeten gewoon, ja, in de bochten moeten wij gewoon het werk gaan doen. Want topsnelheid komen wij gewoon niet aan te pas. Rechte voorband heeft het zwaar. Webber verdedigd. We kijken mooi naar de buitenkant. Rem wat later dan de Australiër. En P1 is weer van ons. Webber spint. Mark Webber spint. En dat betekent dat de Red Bulls een dramatische wedstrijd hebben tot nu toe. Vettel zijn voorvleugel kwijt. We hebben dus gespint. In de ronde nummer 6 vind ik het tijd dat we naar binnen duiken voor onze laatste pitstop. Massa rijdt niet door. Alonso rijdt door. Webber rijdt volgens mij ook door. Nog 10 rondes te gaan. We moeten wachten. We moeten wachten. Omdat we zijn opgehouden door Felipe Massa. Zeg ik dat goed? Of is dat Alonso? Dat is Massa. Ja, Felipe Massa heeft ons opgehouden. En Hulkenberg raakte daar een klein beetje. Dus dat betekent dat wij een positie goed moeten maken op Felipe Massa. Hij ziet ook een klein beetje door. Waar is Mark Webber? Weet ik niet, maar die moet volgens mij nog een keer stoppen. En als dat zo eindigt, dan ben ik bang dat Webber zijn voorsprong vergroot op ons. Of wij moeten een heldendaad gaan zien te verrichten. Maar eerst Vitaly Petrov voorbij zien te komen op dit rechte stuk. Komen in de slipstream, kijken mooi naar de buitenkant. Massa remt veel te vroeg, maar wij remmen dus ook veel te laat. Massa kan terugkomen. En wij kruisen mooi naar zijn lijn toe. En P4 is van onze volgende heet Lewis Hamilton. En we zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd.
Hamilton, ook Webber en Alonso moeten nog een keer naar binnen voor de prime banden, oftewel de harde compound. Ronde nummer 14 is het. We hebben naar binnen gedoken. Volgens rijdt Fernando Alonso. En als dit zo eindigt, dan pakken we maar helaas 3 punten. Pakken wij dan af van Webber. Maar ik wil graag die eerste overwinning. Dan pakken we 10 punten af van Webber zijn voorsprong. Dat is goed. Maar de vraag is, lukt dat ons ook? Ik hoop van wel. Oh, we schieten een klein beetje door. We moeten ook niet te hard pushen, anders vernachten we gewoon onze wedstrijd. Massa naar 4. Hopelijk dat hij misschien nog Webber kan aanvallen voor P3. Maar ik ben er bang voor helaas. Dat het niet gaat gebeuren. Nog 2 rondes te gaan. Exclusief deze. We zijn 16e langzamer dan Fernando Alonso. Ronde nummer 17 is de laatste ronde. Loopt. Dan doe ik hier een door-dive aanval. En die mislukt helaas. We komen in het grind terecht. Alonso daarnaast. We krijgen 10 seconden straf. En Webber komt daar terug. We pakken nog een keer een straf. En dat betekent dat Mark Webber de wedstrijd gaat winnen. Wij dus met een domme actie. Naar welke plek? Vierde. Dat had ik achteraf niet moeten doen. Maar het is wat het is. Ja, 12 punten. Maar we verliezen gewoon 13 punten na Mark Webber. In het klassement. Dit is niet de bedoeling. Ja, Alonso, DNF. Jammer, maar helaas. Webber wint dus de wedstrijd. Massa 2. En het verschil is 20 punten. Het kan er van alles gaan gebeuren. Dus goed. David Koff wil nog een interview. Deze aflevering zit er al op, mensen, want ik ga het gewoon beëindigen. Mijn laptop begint weer te blazen, dus het wordt weer tijd om af te sluiten. Heb jij genoten van deze aflevering, benoem dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F1-2010 en binnenkort ook F1-2021 career mode content zien? Abonneer dan voor meer. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet het dan in de comments neer. Geen negatieve reacties, want ik vind dat gewoon niet fijn om te horen. Ik verwijder dan ook gewoon je comment. Dus dat is gewoon pech. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Janan, mensen. Tot volgende keer bij F1 2010 Career Mode. Dan gaan we volgens mij verder in Valencia.